ga even overschakelen naar de eredames. Saar, goedenavond. Een zeer goede avond, Dave. Een zeer goede avond aan iedereen daar, de pers en het publiek. Ik heb er juist al gezegd, de meisjes zijn er vol spanning en ook een klein beetje zenuw aan het wachten op hun moment supreme. Je hebt dat ook allemaal meegemaakt. Wat herinner jij nog van alles wat door je heen ging tijdens de finale show? Tijdens de finale show? Goh, ik heb mij vooral te prettig geamuseerd eigenlijk. En dat is ook één tip die ik kan geven aan de meisjes achteraan. Geniet ervan, want het is echt zo voorbij. Wat is mij het meest bijgebleven? Ik denk de groep, dat het eigenlijk opmerkelijk was. Het blijft een wedstrijd natuurlijk, er kan maar één iemand winnen. Maar achter de schermen zijn wij toch uiteindelijk allemaal maar kleine meisjes en zijn we eigenlijk toch allemaal vriendinnen gebleken en dat was toch een fijn gevoel. En dan voor mij persoonlijk, ja, mijn entourage die daar die avond was om voor mij te komen supporteren, dat vond ik geweldig. Een beetje gênant af en toe, want ze hadden iets te veel gedronken. Maar ja, het groep was er al vast en dan moet je ook in de maan om in jezelf te geloven. En ja, dat is wel hetgeen dat ik ervan heb overgegaan. Top, dankjewel.